Op de A16 bij knooppunt Galder zijn gisteravond verschillende auto's op een vrachtwagen gebotst. De vrachtwagenchauffeur was aan het spookrijden. Toen de trucker in de gaten kreeg dat hij via de verkeerde kant de snelweg was opgereden, probeerde hij midden op de snelweg om te draaien, maar dat ging dus mis. Diverse personenauto's die botsten op zijn wagen en daarbij viel 1 lichtgewonde. De politie heeft de chauffeur aangehouden. Hij is 62 en hij komt uit Estland.